Dit is het werelderfgoed Kinderdijk. Het ligt in de Alblasserwaard, een poldergebied in de provincie Zuid-Holland. Het is het grootste molencomplex ter wereld dat bewaard is gebleven en bestaat uit 19 monumentale molens. Ook de gemalen en de gebouwen van de waterschappen behoren tot het werelderfgoed. Kinderdijk is internationaal de meest bekende vertegenwoordiger van het werelderfgoed in Nederland. Er komen elk jaar ruim 100.000 toeristen op af. In principe, je bent eigenlijk molenaar tussen aanhalingstekens. Want het echte molenaarschap, het molenaarsberoep is het eigenlijk niet. Je bent wel continu in de weer met die molen en draaien en dat soort dingen. Maar het is beroepsmatig, heb je veel meer met toeristen te maken dan dat je echt voor de polderwaterhuishouding staat. En dat is een beetje het leuke tintje eraan. Omdat het molenaarschap is daardoor eigenlijk niet echt uitgestorven. Alleen je gaat het in een ander sfeertje brengen. Want je draait nog wel water weg, maar je geeft de toeristen die hier komen een stukje uitleg van hoe het rijlt en zeilt. Want de meesten snappen helemaal niet waarom er hier zoveel molens bij elkaar staan. En daar zijn wij nu eigenlijk voor. En dat is heel erg leuk. Geen enkele vraag voor mij, want ik ben de beheerder van het apparaat. Kunnen de wieken in de molen draaien? Tuurlijk. Als er een echte storm is, dan moet je de molen stoppen. Anders wordt het een helikopter. En dat wil je niet. Dat land daar, dat is de opslag natuurlijk. Daar pompen we het in. En dat is alleen voor riet. Maar aan de andere kant, dat is het lage niveau. En daar kun je het land bewerken, als je het water laag houdt. Daar zijn boeren en burgers. En als je het water niet wegpompt, dan is het hier allemaal water. En zou er niemand kunnen leven. Je bent eigenlijk gewoon het visitekaartje van Kinderdijk. En niet alleen omdat je hier op klompen loopt en in een overal, maar omdat je met een deel van of een stukje werelderfgoed mag werken. Dat is heel erg leuk. En daar komt bij de reacties van de mensen. Dus ik hoop dat het ook heel lang zo mag blijven dat dit in stand gehouden wordt. Alleen het is steeds meer waken dat het niet te toeristisch wordt hier. Als het aan een heleboel mensen zou liggen, wordt dat wel het geval. En dat zou ik zelf jammer vinden. Ik begrijp best dat je uit een stukje toerisme kan je een hoop centjes halen voor het onderhoud van de molens. Dat is één. Alleen je moet het geen tweede Zaanse Schans of Volendam van maken, want er is hier gewoon het gebied niet voor.